Cleta Bonaventia, van harte gefeliciteerd met het halen van de bekerfinale. Dankjewel. Ja, een 2-0 overwinning op Vitesse. Een dik verdiende overwinning, denk ik. Ja, we hebben goed gespeeld. We waren beter dan tegenstander. Kansen gecreëerd. 2-0 gewonnen, ja. Ja. Heel veel kansen gecreëerd, hè? Ja. En te veel kansen gemist. Ja, we hadden ook niet. Ja, we hadden wel veel kansen, maar niet alles ging erin. Nee. Ja, Vitesse speelt een klasse hoger dan jullie. En daar willen jullie hiervan. Is toch een hele goede prestatie. Ja, want we hebben ons ook goed ontwikkeld de laatste paar maanden. En we zijn een echte team geworden. Daardoor hebben we ook gewonnen. Ja, maar je hoort dat jullie al 2 keer van Vitesse hebben verloren met 3-0. En nu winnen jullie met 2-0 een verdiende overwinning. Dan hebben jullie ze heel goed ontwikkeld. Ja, zeker. Ja. En wat voor speler ben jij? Linksbuiten. Snelle speler. Technisch. En ik kan ook wel een goal maken. En waar kom je vandaan dan? Gewoon, ik ben een Groninger. Ben je een echte Groninger? Ja. Nu spelen jullie straks de bekerfinale. Je weet nog niet tegen wie, Volendam of PSV. Op wie hoop je? Maar ik weet het eigenlijk nog niet. En je weet ook nog niet waar dat is, hè? Nee. Jullie komen voor de rust op 1-0. Je buurman die hier naast je staat, die scoorde 1-0. Ja, een hele mooie uitgespeelde goal, hè? Ja, we goede combinaties hadden we. Daardoor scoorden we ook 2 goals. Ja, dan de 2-0. Ja, vertel eens even, hoe ging die goal? Nou, hij komt door. Hij geeft hem voor mij. Ik raak hem een beetje met mijn knie. Daarna met mijn hand. Nou, met mijn arm. Toen ging hij erin. Ja, het was eigenlijk een hensbal, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, dat die grensrechter dat niet heeft gezien. Ja, inderdaad. Nee, maar die grensrechter die zag wel meer niet. Want als je de uittrappen uit de handen van de keeper zag van Vitesse, constant was hij met zijn handen buiten het strafgebied. Dat zag hij ook niet. Dus jouw hensbal zag hij ook niet. Ja, inderdaad. Maar daar heb jij geen boodschap aan. Jij staat op het scorebord dat je de 2-0 hebt gescoord. Ja. En wat dacht je dan? Van nu is het beslist? Ja, eigenlijk wel. Want we waren ook beter dan Vitesse. Toen ik scoorde was het eigenlijk al klaar. Gefeliciteerd, jongen. En succes in de bekerfinale. Dankjewel.